Je kijkt naar het Weersjournaal van Weerplaza. Er ligt weinig bewolking boven Nederland, althans dat denkt de satelliet, want er is wel veel laaghangende bewolking. En die zien we op deze plaat niet zo goed. Dat betekent dat de ochtend toch tamelijk grijs is, nevelig ook op veel plaatsen, met in het zuidoosten van het land wel van tijd tot tijd zon en daar nog lichte vorst. In het noordwesten liggen de temperaturen hoger, vanmiddag wordt het 2 tot 6 graden en in het Waddengebied zelfs een graad of 8. De wind waait matig uit het zuidwesten, bewolking overheerst en misschien dat er nog wat ruimte is voor de zon in het zuidoosten. Vanavond hier en daar een opklaring. Temperaturen in het binnenland dalen tot rond het vriespunt. En tijdens de jaarwisseling kan het in het zuidoosten licht vriezen. Het blijft droog, maar morgen overdag eh, niet. Dan neemt van het noordwesten uit de kans op neerslag langzaam toe. Vooral in de middag. En in de avond bereikt die neerslag dan ook het zuidoosten. Met misschien een vlokje natte sneeuw laat in de avond. Dan gaan we naar de maandag. Dan zien we duidelijk meer ruimte voor de zon. De neerslag trekt weg, er kan nog een bui vallen. En de eerste dagen van het nieuwe jaar is het dan lichtwisselvallig met soms een klein beetje regen. Soms een beetje zon en temperaturen overdag van een graad of vijf. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.